zijn nu aan het wandelen naar het Wassen Chopping. En daar gaan we op de foto met Maya erbij. Heel speciaal, want normaal gaan we altijd naar Plopsaland. Maar vandaag komt hij naar hier. Het is de bijenweek blijkbaar. We gaan ook heel veel dingen zien over de bijen. Ik hoop dat ik het kan filmen. Ofwel is met de gsm dat ik stukjes maak. Ofwel is het via hier. En we gaan nog een bijenkant halen. Want dat hebben ze ook nog. Dus we gaan eens kijken wat er allemaal te zien valt. Hopelijk is het niet zo druk bij Maya erbij. Maar ja, die kans zit er natuurlijk in. Want dat is een heel populair figuurtje natuurlijk. Dus moest dat niet lukken. Ja, dat is natuurlijk een beetje teleurstellend. Maar we gaan voor het beste natuurlijk. Dus we gaan een kijkje nemen in het shopping. Hier hebben ze zo een ding gezet. En hier kun je allemaal quizjes doen. Allemaal quizjes. Alles beantwoorden en zo. Deze vraag bijvoorbeeld. En ik hoop dat je het een beetje ziet, want hij is natuurlijk super groot en ik ben klein. Dus ik hoop dat je het een beetje ziet. We hebben zo een krantje gekregen van Maya. Maya viert feest. We gaan eens kijken wat er allemaal in staat. Ik heb nog een tweede gevraagd voor Fiek. Dus hier. Allemaal voor de bijtjes en zo. Hoe dat je een bijtje moet plooien. Dit is een spelletje van Maya te breien. Om te spelen. Het is een wel een leuk krantje. Te zoeken honing. Zoekjes pakken. Dus, kunnen we wel eens een keertje doen. Pakken. En dan heb je dit. Dit is die bolletjes die ze er net ook wel cool. Ja, heel veel leuke dingetjes. Dan heb je hier Maya Hora. Dus tof. Een heel tof krantje. We gaan dit openmaken. Open. Hier is hem dan. Prachtig, prachtig. Waarom is hij zijn haar nat? Deze heeft al gedaan voor TikTok. Maar we zien hier ook een libel. Die, ik weet niet dat je ze ziet. Ze zit hierop. Hier zit ze. Schoon haar. Dat is een libel. Ik hoop dat je dit een leuke geest hebt. Mocht je dit abonneren, en morgen zijn we weer.